bij de trainers van deze middag. De trainer van SJC, Sjaak Polak, bekend natuurlijk. En Bert van Hunestein, de trainer van DVS 33. Sjaak, jouw verhaal van deze wedstrijd. Ja. Ik denk dat ik nog nooit zoveel kans heb gezien in een wedstrijd. Van beide kanten. Tempo van ons was te laag. We wisten de kwaliteiten van hun. Veel de lange bal, de achterzoeken. En uiteindelijk met Pilon daar met veel snelheid komen. Ik vind in deze wedstrijd dat ze heel erg kwetsbaar waren. Zeker met name bij de backkanten. Allebei wisten niet in de wedstrijden hoe ze dat moesten oplossen. Nou, we hebben aangegeven dat we dat moesten binden. Ver uit elkaar spelen. Uiteindelijk dan naar binnen komen. Ja, en dan met een middenvelder de hoek induiken. Maar ik kan hier wel een heel verhaal houden. Ik vind de kansen die wij hebben gehad, dat is niet normaal meer. Want die eerste twee kansen die geven wij ze eigenlijk gewoon zelf. Alsof we op de kermis stonden. Dat is gewoon schandalig op dit niveau. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Zo help je Davis gewoon in het zadel. Dan krijg je een 2-0 voorsprong. Ze halen drie keer adem. En ze denken, nou kom maar op. Je ziet ze kopcirkel inzakken. Wachten op het moment dat wij een fout maken. En ze gooien die bal eroverheen. Maar goed, we moeten niet vergeten, het budget wat DVS heeft en wat SCC heeft, er zit ook nog een verschil in. Alleen, ik heb het vandaag bij Vlagen niet kunnen zien. Maar ik weet heus wel in mijn achterhoofd dat het onze minste wedstrijd was. Maar ik moet de tegenstander gewoon een ongelooflijk compliment geven. Dit was echt een Porsche effectiviteit. En daar hebben ze nog wel een paar mogelijkheden gehad om het af te maken. Maar je moet niet vergeten, als wij die kopbal binnenkant kruisen, als die erin vliegt, gaan ze die wedstrijd niet winnen. Want dan zijn wij zo in onze element. En dan komen de krachten los. En het is iedere wedstrijd weer hetzelfde. Iedere wedstrijd of weer een gele kaart uit het niets. Osturk die dan weer een aantal dingen doet. Ik schilde nog naar hem, kapte daarna gewoon mee. En dat deed hij ook. Maar ik heb ook mijn aanvoerder gewaarschuwd, kapte daarna gewoon mee. Weet je, we waren gewoon op dat moment niet met voetbal bezig. En ik vind, als wij dat gewoon doen, gewoon met voetbal bezig zijn, dan kun je niemand anders de schuld geven. Alleen, maar het zit ons de laatste weken wel heel erg tegen. Oké, nou, dat was vrij duidelijk, moet ik zeggen. Bert, je hebt hier goed naar geluisterd. Mee eens? Tuurlijk, ik ga nooit tegen Sjaak in. We starten natuurlijk fantastisch. En daarna vind ik, gaan we helemaal niet voetballen, terwijl we dat goed kunnen. We investeren veel te weinig in goed vrijlopen. Je houdt SJC in leven. Een tegentreffer, daar krijgen ze weer wat hoop van. We hebben ongelooflijk veel kansen gehad de eerste helft. Dan moet je veel eerder jezelf belonen. Doe je niet. Nogmaals, de klas van SJC is dat ze de mouw opstropen, niet zomaar laten gebeuren. Tweede helft zie je dat we aanvallend wel meer gas geven. En op een ruime voorsprong komen. Dan moet ik zeggen, dan ga je wisselen. Niet iedere wissel pakte even gelukkig uit voor ons. Sjaak geeft ook al aan, dan gingen jongens in één keer privéoorlogjes op het veld voeren, wat helemaal nergens op sloeg. En vervolgens ga je niet meer voetballen. En dan zie je dat je 5-3 komt SJC. Het is toch onbelachelijk dat we dat laten gebeuren, met z'n allen. Hè? En mag je blij zijn dat je uiteindelijk nog met 6-3 wint. Maar het sloeg helemaal nergens op vandaag. Oké, ik heb in mijn commentaar gezegd, Sjaak, dat SJC ongetwijfeld nog de diverse punten gaat halen. Ook diverse doelpunten gaat maken, zeker met zo'n briljantje als Bauchi. Maar ook met zo'n spits als Duindam. Ja, we doen het met de hele selectie. Hè? En het valt staat op dit niveau met effectiviteit zijn. Of hebben in de ploeg. Je moet gewoon de kansen, wat mijn collega ook zegt, die moet je afmaken. En als die 5-4 nog valt, dan gaat zijn hartritme die gaat omhoog. Hoor. Dat kan ik je vertellen. Want die van mij ook, hoor. Ik denk voor vele supporters van DVS. Want het was in die fase waren ze rijp voor de slacht. Hè, want ze waren onzeker, zeker met name aan de bal. Veel wegschieten. Ja, we hebben risico's genomen. Maar die laatste goal die viel ook uit het niets. Want wij speelden al bijna 11 minuten met een man minder. Hè? En ik moet mijn ploeg best wel een compliment maken op de wijze waarop wij zijn blijven voetballen. We hebben lef durven tonen. We zijn niet in ons schulp gaan kruipen. Maar we hebben ons huid zo duur mogelijk verkocht naar een fantastische ploeg. Laat dat duidelijk zijn. En ik vind het een fantastisch mooi compliment voor jullie. Oké, bedankt. Volgende week spelen jullie tegen?
Ja, ik ben er nu niet mee bezig. Ik wil nu eerst dit verwerken. Want we hebben nog een anderhalf uur busreis. En dit doet best wel zeer. Want we zitten steeds aan de verkeerde kant. Maar goed, ik ga niet hier zitten huilen. We moeten de koppen bij elkaar steken. We hebben bij Vlagen goed voetbal gespeeld. Alleen dat we beter kunnen, dat is duidelijk. Okay. Nou, ik haal je nog wel eens een keertje op met de auto. Rij mee met DVS-TV. En die van de... En die van de meiden kan het, maar wij kunnen het ook. Ja. Jacques, oké, succes. Ja. Succes, Bert.